En dan naar Limburg. Bus 48 rijdt vanaf volgende maandag weer door de Limburgse mijncité Meulenberg. Maar dan wel met discreet toezicht van de politie. Bus 48 is anderhalve week weggebleven uit Meulenberg nadat jongeren hem hadden bekogeld met stenen. Een incident dat je eerder verwacht in probleembuurten in Brussel of Antwerpen. Robin Raamakers nam bus 48 en hij wandelde dan verder tot in Meulenberg. Ik vind het raar dat gewoon door twee ramen, ja, we hebben toch niemand vermoord. In Brussel gebeurt alles en niks stopt. Hier in Meulenberg, omdat dat Meulenberg is, de Schaarbeek van Limburg is, ja, stoppen de bussen. Waarom is dat? Dat is overdreven, vind ik. Zolang als dat ze hun eigen dag niet gedragen, gelijk het hoofd krijg je erin. En dan ben je op de voet gaan. Een buslijn die om een wijk wordt heen geleid. Chauffeurs die niet voor de camera durven spreken. Enkel een vakbondsvertegenwoordiger die in de wijk woont, wil na lang aandringen iets kwijt. Bijkomend en minder bekend of niet bekend is dat niet alleen bussen zijn gemolesteerd geworden, maar ook dat een aantal controleurs van de lijn die met een anonieme wagen getracht hebben om het traject veilig te houden, zijn geblokkeerd geworden op de wijk, zijn geattaqueerd geworden door een aantal mensen met minder goede bedoeling en zijn weggezonden met de boodschap dat dat gebied niet toegankelijk is voor hun en dat ze daar moeten wegblijven. Natuurlijk biedt dat spanningen en brengt dat met zich mee dat geen ene chauffeur daar nog op een verantwoorde manier door kan gestuurd worden. Is het nog verantwoord om in Meulenberg te komen? En vooral, wat vinden de mensen in de wijk er zelf van? Ik snap dat wel. Dat is al een paar keer gebeurd dat de ruiten hebben ingegooid van de lijnbussen. Maar ja, dat zal ook niet veel helpen. Toen een paar mensen die de bus bijna niet nemen, zelden nemen naar Hasselt. Zij hebben dat gedaan, kun je zeggen. Ik was er niet bij, maar ik heb het ook gehoord. In de bus, ja, er stonden zo'n paar Belgen. Die waren racisme tegen dingen, tegen Marokkanen en zo. Die zeiden zo fuck you en zo. Maar die konden er tegen, ja, die begonnen te steen te gooien. Je stelt zelf de vraag eigenlijk waarom dat de lijn eigenlijk zo in rijt heeft getekend. Ik denk blijkbaar wel, daar is er een feit gebeurd, maar ik stel wel de vraag, is dat nodig voor zo'n maatregel eigenlijk te nemen, omdat er een klein feit gebeurd is, wat er eigenlijk op een andere gemeente gebeurt op dagelijks. De mensen hier die wonen, ja, die hadden hier 10 jaar geen probleem, opeens dat. En nu staan we in de belangstelling van gans België. Wat is dat voor een vuile vieze naam, de Schaarbeek van Limburg? Wie heeft dat gezegd? Ja, dat staat in de krant. Ja, ene komt, die gooit steen, andere komt, die, ja, die stampt er tegen, die maakt het kapot. En ene komt, die breekt dat. En ene komt, kijk, vernielt het allemaal. De verontwaardiging is groot dat de buurt opnieuw in een slecht daglicht komt. Maar is er hier meer aan de hand dan wat kleine criminaliteit, of niet? Daar waar op alle momenten, op alle plaatsen, in heel Limburg, in eender welk boerengat, bij manier van spreken, wel eens een conflict kan ontstaan, dat de structurele aanwezigheid om een of andere reden in de wijk Meulenberg ervoor gezorgd heeft dat daar niet alleen, dat vanuit die kleine criminaliteit blijkbaar wel wat anders gegroeid is dan alleen maar die kleine criminaliteit, en dat daar toch wel een weefsel van zwaarder gasten bijeen zit die daar het terrein afbakenen voor zichzelf en daar proberen te doen wat ze alleen maar zelf willen. Het is moeilijk vaststellen of er meer onder de oppervlakte zit, tot er plots iemand voor onze neus staat. Jullie zijn niet aan het opnemen. Hij is aan het filmen. Ja. Ja. Nee. Het is geen goede start, zal ik zeggen. Ik ben hier zomaar aangekomen, maar ja. Je weet wat ik net zei, maar ik wil maar zeggen, ik ben hier met mijn collega. Maar wie was die? Ik ken die niet. Ik ken die echt niet. Komt gewoon een goede dag zeggen, zeker hier. Ja. Ook al. Dat weet ik niet. Ik ken die echt niet. En waarom komt hij naar hier om kook te halen? Bekend. Wat? Bekende plek. Ja. Dat wist ik niet. Aha. Oké. Okay. Ik heb die best kapot gemaakt. Serieus?
Jij? Ja, ik verveelde me. Je hebt met een steen gegooid op die bus? Ja. Wanneer? Woensdag. Ik weet niet meer precies wanneer dat was. Hoe laat? 2:00 PM. En waarom? Ik verveelde me. Verzint je dat nu? Nee. Met hoeveel waren jullie? Met een stuk of 5 of 6. 5, 6 man. Nee, ik was dat niet. Nee.